Yo, what is up motorrijders en andere mensen? It's your boy, Faya Miro, en ik ben hier met... Arjan Everink van de KNMV. Arjan, ik sta hier met jou omdat ik wat vragen heb over de nieuwe regelgeving die eraan komt. De nieuwe maximumsnelheid op de Nederlandse snelwegen. Wat kan je me daarover vertellen? Nou ja, dat we met z'n allen straks terug moeten naar 100. En ja, in de Randstad is het maar de vraag, want ja, dan kun je meestal toch niet harder dan 100. Precies, dus daar zal het niet een groot verschil uitmaken. Nee, dus en de meeste van ons die dan echt lekker weekendje weg willen gaan naar Duitsland toe. Dus of het heel veel uit gaat maken. En als ik dan ook nog de handhaving daar tegenover zet van ja, hoe groot is de kans dat je gepakt wordt? Ja, het is maar de vraag. Anderzijds denk ik dat we wel met z'n allen moeten nadenken over het milieu. Ik bedoel, dat is zeker zoiets. Maar ja, of er veel aan verandert en of wij motorrijders daar nu zo'n grote bijdrage aan leveren, dat is maar de vraag. Oké, okay. Er zijn veel mensen die zeggen dat het meer files zal veroorzaken. Hoe denk jij daarover? Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Er wordt gesuggereerd dat als er meer mensen op de motor gaan, dat een oplossing zou zijn voor het fileprobleem. En daar heb ik mijn twijfels over. Kijk, natuurlijk hebben we de gedragscode, de filegedragscode, dat je er tussendoor mag rijden. Dus dat scheelt natuurlijk. Hè. Wij houden niemand op, dus we gaan er wel tussendoor. Maar anderzijds, als ik wel in een rij sta, wil ik wel heel veel ruimte om me heen. Een soort veilige buffer om me heen. En als ik dan kijk naar mijn buffer, nou dan neem ik ongeveer net zoveel ruimte in als een auto. Want ik vind het ook niet fijn als iemand 1 meter achter mij staat of voor mij staat. Dus dan neem ik dezelfde ruimte. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij er tussendoor kunnen. Ja, oké, okay, nee, duidelijk. Dat is inderdaad, als er meer mensen op de motor gaan, hè, dan heb je wel of niet een oplossing voor een fileprobleem of een vermindering daarvan. Ja. Maar mijn vraag is meer het terugbrengen van de maximum snelheid. Denk je dat dat meer files zal veroorzaken? Nee, ik denk dat het minder files zal veroorzaken. Omdat als je allemaal op een gelijkmatig tempo gaat rijden, zeg maar, dan wordt er minder geremd. En ik denk dat het zelfs een bijdrage levert aan het file oplossen. Oké, dat is natuurlijk ook een manier om eraan te kijken. Ja, precies. Alhoewel, ja, dan praat ik wel over de automobilisten en vrachtwagens natuurlijk. Wij motorrijders, wij veroorzaken natuurlijk geen file. Wij lossen het nog meer op. Oké, okay, duidelijk. En het is natuurlijk ook, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Want ik begreep dat dat je 's nachts nog wel harder mag rijden. Weet je hoe dat in elkaar steekt? Ja, dat heeft te maken met tijd. Hoe het exact zit, weet ik ook eerlijk gezegd niet, moet ik je zeggen. Maar het heeft wel te maken met overdag en met 's nachts. Het heeft ook te maken dat er veel minder verkeersaanbod is. Dat het ook niet zo onveilig is om 's nachts wat harder te rijden. En dus het gaat vooral om overdag en de oplossing van de fileproblematiek, moet ik zeggen, maar vooral natuurlijk ook de uitstoot van het milieu. Oké, okay, helemaal mooi. En mijn laatste vraag. De laatste geruchten die ik gehoord heb is dat die verandering gaat plaatsvinden in midden maart ongeveer. Weet jij daar meer over? Nou, over het algemeen wordt de wetgeving meestal aangepast of het begin van het jaar of het midden van het jaar. Dus ik verwacht eerder dat het midden van het jaar gaat. Maar het kan zijn 1 april. Soms worden de uitzonderingen voor gemaakt. Maar meestal is het medio dan van een jaar of aan het eind van het jaar. Deze verandering van de wetgeving is natuurlijk ingevoerd om het stikstofprobleem, hè, dus voor het milieu. En als jij zou moeten kiezen als motorrijder, zou je dan liever hebben dat de maximumsnelheid terug omhoog gaat of misschien zelfs nog hoger wordt en alleen maar elektrisch gaan rijden voortaan? Of zou je liever een verlaging hebben van de maximumsnelheid? Nou, ik moet je zeggen, ik heb een aantal keren op een elektrische motorfiets gereden en ik was echt onder de indruk. Ik ben nog van de oude generatie waarvan zegt van dat moet ruiken naar benzine en dat moet lekker lawaai maken. Maar de elektrische motoren zijn in opkomst. Ik zoek nog een beetje naar de actieradius, hè, dus hoeveel kilometer je uiteindelijk kunt halen. Maar het zijn wel raketten hoor. Ik vond het echt een beleving, moet ik zeggen. En wat ik zelf heel fijn vond, is toch, met name, wij zitten ook veel in de rijinstructiekant, is dat je als je de hele dag onderweg bent of je zit op die motorfiets, en dat je het moment dat je stilstaat bij een verkeerslicht, dat je even geen lawaai in je hoofd hebt. Dus andersom. En ik ben echt onder de indruk van de snelheid, de power die in een elektrische motorfiets zit. Dus wat mij betreft, als die actieradius zeg maar, nog iets meer toeneemt, durf ik de stap te maken naar elektrisch. Ja, leuk. Oké, okay, nou bedankt voor je tijd, Arjan van de KNMV. De KNMV doet heel veel voor ons motorrijders, dus ben je nog geen lid? Kijk even op de website, die komt nu onder in beeld en onder in de beschrijving van deze video. En nogmaals bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Leuk man.